Zo, nou. Oh, kut, wat doe ik? What the fuck, man? Wat doe je? Echt waar. Ah, ik heb weer terug naar het ziekenhuis. Nee, ga maar, nee, het valt van mij. Valt van mij. Ja, op mijn blokkenpark, hè? Ik loop wel mee, maar ik kan gewoon even kijken, toch? Ja, maar het is hier geen rondleiding, hè? Jawel. Nou... Hier rechtdoor? Oké. Okay. Hier rechtdoor, toch? Deze. Hier? Nee, verder komt u toch niet. Hier is nog een waterautomaat. Is de 32 berichten van alle eenheden. Okay, we hebben zo snel mogelijk een versie nodig bij de grote bank. We kunnen dit niet met z'n drieën. Hij is naar buiten gelopen. Ja, omdat je deur open doet. Ik hoor graag berichten over. Sorry, Albert. Zijn er nog enige eenheden beschikbaar om te koppelen aan een grote bank? We kunnen dit niet met z'n drieën over. Ja, de 26 en de 50 pakken het doen. Ja, van nou werden we weer geschoten. Waar is de DSI die je nodig hebt? Zoals altijd. Die... Binnen, daar is de DSI. Wat dus? Wat is het hele probleem hier aan? Waar hang je uit? Achtervolging te voet, blokkenpark. Is hij gevlucht? Ja! Help, haal me weg, haal me weg, haal me weg! Hey, haal mij weg, ik geef je 1 ton. Nee, je staat niet bij mij op onder. Ik kom hey, haal mij weg, ik geef je 1 ton. Hey! Rent u over? Ja, lijven. Oh. Oké, wat is hier allemaal zo gaande? Ik geef je ton! Hey, help mij dan! Help mij! Ik geef je ton! 100 doezoe! Ik weet vrij zeker dat jij dat niet hebt. Kom maar even mee, ga even wandelen, vriend! Ik sta hier gewoon op je neus en dan ren ik weg. Je doet helemaal niks. Net zoals ik net betaalde dat ik kreupel ben. Ja, we zijn hier nog bezig met voor. Kun je nagaan, je bent in de boeien geslagen door iemand die kreupel is. Kun je nagaan wat pannenkoek je bent? Hé, hey, was hier links dan? Hé, hey, is de buitenwereld. Ja. Mag ik dat even zien? Nee. Mag ik op zijn minst een flesje water? Ga ik over nadenken. Alsjeblieft. Ik ga erover nadenken. Oké. Okay. En waar is mijn advocaat gebleven? Ja, nog een keer spreekt de 32. Dat weet ik wel. Ja, die was hier blijkbaar. Ja, ik was hier ook, totdat ik druk was om iemand te achtervolgen die ontsnapt was. Kunnen we eigenlijk ook koppelen nu met Zulu dan? 32? Negatief, u mag gewoon nog daar standby blijven staan. Het is gewoon voor die andere eenheden hier godverdoemen eens te krijgen. Mag ik ook los? Ja, als u even omdraait. Jazeker. Oh, nou dankjewel. Alsjeblieft. Nee, bij de locatie ANWB, persoon binnen in een auto heeft ANWB er omver gereden, slash helemaal plat gereden en Bob aangereden, dus er mag wel actie onderhouden worden. Ja, de 50 is al rijden, dus we waren even bij je woning inbraak. Helemaal goed, dankjewel, we wachten op hem. Joejoe. Hallo. Ja, kom binnen. Mevrouw van de ANWB was zeg maar naar de hemel gereden. Bob daar in tegen wat ik net hoorde is omver gereden, allemaal door de persoon die hier achter het stuur zit. En waar die is, ergens... Wacht, iemand is omver gereden, de hand is naar de hemel, ik snap er geen kloot van. Nou, deze hebben we net weten te redden. Ja. Dus mevrouw hebben we net weten te redden, die lag zeg maar naar de hemel, zover was ze dus omver gereden. Ja.
Bob was omver gereden met alleen wat knuizingen en dat soort dingen, maar die stond. En ik had geen gevoel meer in mijn rechterarm. Dus met andere woorden, er is er een dood gereden en er is er een zwaar gewond gereden door de beste man hierachter. De auto van Bob stond ook voor de deur en die was hij met grof geweld ook keihard aan het wegbeuken. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen was. Maar... Doordat meneer haar heeft doodgereden, ja, heb ik de boel willen her... Niet te lang doorgaan, want mijn papiertje is bijna op. Ja, sorry, ik kom het niet meer op mijn woorden. Maar de agent wou haar helpen door meneer tegen te houden. Daarom heb ik mijn auto voor de deur gezet. Om haar, om hem binnen te houden. Ja, oké, staat genoeg in. Staat op nee. Waar is die persoon? Hij zit in een auto. Zijn nummertje is 392. Het heeft, en hij is gaan douchen. En meneer wil uitloggen met zonder gevolgen. Van dien. Maar het probleem is, kunnen jullie hem uit de auto krijgen of helemaal niet? Zal ik eens even kijken of ik dat kan doen. Als we weten nog wel iemand... Moet wij van de kant stappen? Oh, ik ben gevallen. Ja, hallo, gaat het goed? Ik ben gevallen. Die kan dat ook. Ja. Hoppa. Zo. Zo, nu gaat hij wel goed. Waar is die dan? Hey. Hey, daar gaan we. Inpakken, wegwezen met dat ding. Met maar... dat ding ook. Kun je gewoon even in beslag nemen, denk ik. Nou ja, goed. Hebben jullie verder nog vragen aan mij? Jouw collega. Ja. Dan dank ik jou voor de snelheid. Wat gaat er nou met hem gebeuren? Hij zal voorgeleid worden. En dan zal hij zijn straf gaan krijgen. Gezellig. Dus meneer, je bent aangehouden voor mishandeling, poging, doodslag en doodslag. Ik ben niet altijd verplicht recht op raadsman, recht op een tolk, recht op medische zorg, maar ik denk niet dat u die nodig heeft, dus u gaat lekker met mij mee. Duidelijk? Mooi. Zo. Ja, Arbert van Omen, ik ben getuige. Politici, bedankt. Hartstikke graag gedaan. Ik heb alleen wel een vraagje nog aan de liefdevolle AWB. Ongeacht dat ze niet meer in de dienst zijn. Zou je alsjeblieft nog even naar mijn liefdevolle kijken? Hè? Voor degenen die nog traumaverwerking nodig hebben, kun je bij Steef terecht, maar neem van mij aan, moet je niet willen. Succes. Daarom. Ik wil het zeggen. Ja, ik wil dat. Nou, succes, Suus. Laat lekker. Meneer, wilt u even uitstappen, alsjeblieft? Ja. Meneer op de bijrijderstoel. Ja. Yo, fucker. Ik ben nu alle vinger af. Ik blauwe auto. Daar komt de politie aan. Eenmaal aanhouding over. Uit het voertuig halen, escorteren, hartstikke idee. Godverdomme. Meewerken. Best je kleding wel aanhouden. Ja, nou. Je mag best je kleding wel weer aan doen, meneer. Zo. Ja, we wachten even nog op een collega. Die zal even wat. 32 Ik heb er hier eentje aangehouden: moord, poging, moord en mishandeling. Driemaal. Ja. Dat is een flinke straf. Ja. Maar moet wel in mails gezet worden. Yo, goedemorgen. Ja, zeg dan wel. Goedemorgen. Zo. Hey meneer. Ja. Ik in de baas. Dat is een scherpe analyse. Ja, ik was even douchen in mijn hoofd, meneer. Ik ga even naar boven. Damien. Waarom zit ik hier, meneer? Nou, zal ik dat eens even voor u opnoemen? Wacht even, ik pak even mijn clipbordje erbij. DNA's nou, zit nou in het systeem? Ik wil wel even een vlotte man, want ik ga zo echt de stad uit, want dat wou ik net al. Okay, je bent aangehouden voor moord, poging moord en mishandeling. Oh, van wie? Bij het ANWB-gebouw. Heb iemand kapot gereden? Ja, bij het ANWB-gebouw. En ik heb een... Met meerdere getuigen. Momenten. Ja, dat klopt, maar... Wordt de ANWB aangifte doen of niet? Hebben ze al gedaan.
Dat hebben ze al gedaan. Ja, ik was te paard. En hebben ze ook gezegd waarom dat gebeurde? Nee, maar u heeft niet het recht op het recht in eigen hand te nemen. Ik constateer wat daar gebeurd is. Dat is bevestigd door meerdere personen. Dus kort gezegd, je bent gewoon een lul. Wilt u een advocaat? Als je dat zo vindt, dan doe je ding, joh. Ja, wilt u een advocaat? Ja, je hebt je oordeel al klaar, toch? Dus dan doe je ding. Ja, duidelijke taal dan. Als er alleen maar één kant van het verhaal wordt gehoord, dan is het prima. Ja, dat zou het fout van het systeem. Nou, ik geef u de kans om het te vertellen, maar als u niet wil, dan hou het op. Nee, ik kom even gezellig bij u erin. Het zat echt bij mij in. Heeft u voorwerpen bij die u niet bij hoort te hebben of voorwerpen maar kan verwonden? Maar meneer heeft wel doodleuk twee extended clipjes. Ja, alleen een frisaar. Oké. Ja, dat is prima verder. Geen advocaat. Wat zullen we hem geven? Cel of taak? Ah, het wordt simpele 10 taakjes. 10? Hoe zei dat nou? 10. Ja, 10 taakjes. Ja, 10 taakjes. Nou, geen probleem. Gewoon het even handelen. Laat ik alleen meneer. Meneer zijn ja, dan ga ik meneer even zijn extended clipjes even meenemen. Goeiedag. Ik heb wel even iemand nodig die het in mail zet. Ja, ik heb zo'n wat is je achternaam? Ja, ik heb net getypt. Juliet. Zou we het even nog een keer doen? Wordt moord, poging moord en mishandeling. Meerdere getuigen bij het ANWB-pand. Nee, meneer wou geen advocaat. Nee, je had je oordeel al klaar. Nee, ik zeg de feiten die ik geconstateerd heb, meneer. Dat is heel iets anders. Nou, je zei net dat het zwaar wordt brommen, of weet ik veel wat je zei. Dus daar je oordeel al klaar, toch? Nee. Dus dan lijkt het voor mij nog moeilijk om in gesprek te komen. Als nee, je moet nu een eigen draai en nieuw verhaal gaan geven. Nee, ik heb gezegd zoals het is. Ja, dat is herhaling het ook. Ja, geef hem maar de straf die hij moet hebben en dan in het systeem even zetten. Ja, staat erin. Ik ga het nu in het systeem zetten. Even kijken, hoeveel poging te... Eén van alles, 1 keer moord, 1 keer mishandeling en... Wie heb ik mishandeld dan? Ja, maar de 3 duurste boetes. 3 duurste boetes? Ja, altijd max 3 boetes. Ja. Hey, wat doe jij nou hier? Maar wat heb ik dan? Hoe kom jij nou uit je cel? Ja, hoe kom jij uit je cel? Dat weet ik ook niet, meneer. Dan gaat er maar eens even terug in. Ik ga de stad, want ik heb tegen hoofdpijn. Ja, ik ga ook de stad zo uit. Nee, dus, je mag even weer terug naar je cel. Maar wat is nou mijn aanklacht? Want ik hoor 3 je dingen. Je mag nu maar terug naar je cel. 2 dingen heb gedaan. Dus neem je gewoon de 3 hoogste boetes schrijven en dan laten gaan ofzo? Ja, weet ik wel. 3 uur. Ja, gewoon de boetes voor poging, moord en mishandeling. Ja, is goed. Ga ik dat even... Moet je even mij vertellen hoeveel maanden dat er tegenover staat? Wat zeg je? Hoeveel maanden staat dat tegenover? Staat daar mee of toevallig? Hoeveel maanden staan er ook voor over, collega? Dat weet ik niet exact. Ik heb echt op de moment tering veel koopijn. Ik krijg even maar 30 uur taakstraf. Taakstraf voor moord? Ik denk het niet. Of 30 maanden cel, dat kan ook. Meneer, u krijgt uw straf en dan ben ik er klaar mee. Ik heb ze allemaal betaald. Kan ik dan nu de stad uit, meneer? Nog heel even wachten. Ik wacht even op de straf. Hoe krijg ik ook nog een straf erbij? Ja, wat dan? Omdat ik al 3 boetes hè? Ja, maar met moord ga je niet gelijk vrij uit, wat denk je nou? Ja, dat weet ik niet, hoe jullie dat doen. Een beetje 3 dubbel op, dus ik krijg voor 2 dingen, 4 dingen. Nee, u kreeg 3 boetes en de celstraf. Oh, hoe lang is die celstraf? Ja, daar wacht ik nou op mijn collega. Oh, zo. Ik heb niet echt die Brabantse gezelligheid hier. Ik heb geen worstenbroodje aangeboden gekregen. Ik heb ook nooit gezegd dat ik de gezelligste Brabander ben. Nee, hey, maar hoort er wel een beetje bij, hè? Nou, niet in de gevangenis in ieder geval. Oh. Daar is het gewoon wel water met droogbrood.
Dat is wel heel, dat is wel heel mee. Ja, dan moet je de worstel zelf bij verzinnen. Nou, ik leg die van mezelf wel op het broodje. Ja, als je het lekker vindt, moet je doen. Oké, okay, ik heb het gevonden. Hoeveel maanden? Poging tot doodslag, hè? Ja, en moord. Ik denk dat moord is zwaarder. Nou, dat is poging tot doodslag. Is 25 maanden cel. Poging tot doodslag ambtenaar is 20 maanden cel. Oh, en moord? Dus, ik kan u ook in de nek. Want het is geen poging, maar heeft iemand vermoord? Mag ik uw badge-nummer van deze rokende meneer? Wat is het idee? Heb je 40 gedaan? Yes. Hey agent, hoe gaat ie? Ja, goed hè, Mu? Sorry. Je mag even doorrijden. Tering enge stem, man. Vraag mij eigenlijk iets af. Ja, ik ook. Wat doet u achterin? Al wel, het regent. Goed punt. Mag ik het verhaal vertellen van een boek dat ik aan het lezen ben? Ga je gang. Oké. Hi. Hoi. Nou, vertel. Storytime. Oké. Weet je... Ja. Ik snap nog steeds niet wat ik bij de ambu doe. Ja, ik ben van de politie, ik weet ook niet wat u bij de ambu doet. Ja, politie wou me niet, ik weet niet waarom. Nou, dat weet ik ook niet, ik ben nou net 2 dagen bij de politie. Ja, weet je wat mijn vader altijd zei? Nou? Dat was een maffiabaas, hè? Ja. Heb je geen ambitie? Ja. En geen conditie, kom bij de politie. Ja, dat zei hij altijd. Ja. Donutfretters. Maar bij de politie zijn er altijd leuke mensen, man. Echt waar. Ja, maar het probleem is, het korps zit al vol, dus ja. Zal ik jou eens een leuke mop vertellen? Vertel het eens. Weet jij waarom dan walvissen altijd seks onder water hebben? Komt ie weer, hoor. Oh. Vertel het eens. Nou, probeer maar eens een kut van een diameter van 32 centimeter nat te krijgen. Zeg, ik heb een vraagje. Wie is jouw vriendin eigenlijk? Sorry? Is jouw vriendin eigenlijk? Ik heb geen vriendin. Nee! Nee! Niet in de stad geen vriendin, dat kan. Nee! Je wilt er ook geen. Nee! Oh, dat is jammer. De 32.50 aanrijdend naar noodoproep, collega. Over. Of je wapen. Politie, snel blijven wapen laten vallen. U bent aangehouden voor wapenbezit en mogelijk betrokkenheid bij een overval op een woning. Benieuwd al voor plicht te brengen, raadsman en tolk en medische zorg. Hallo, politie. Ja, wat doe je? Ik was je collega aan het helpen. Ja, dat kan ik niet zien. Ik zie alleen een vuurwapen. Ja, ik was je collega aan het helpen. Woning en braak. Oh, nou, dan mag je even hier blijven zitten. Dan kan mijn collega verifiëren of dat zo klopt. Ja, oké. Okay. Kom, gaan we aan de auto wachten. Okay. Steven, ben je? De remote voor mijn flikker. Ja, als ik een vuurwapen zie, dan kan ik nare dingen doen. Ja, rijm voor mijn flikker. Ik ga binnen. Yo. Politie, maakt zelf bekend of je krijgt een taser in je nek. Eerste en tevens laatste waarschuwing. Maak jezelf bekend, politie. Ja, ambulance hier, maar dan heb je geen tijd. Wat is er aan de hand? Aangehouden woninginbraak. Deze persoon. Zal ik zeggen wat de bedoeling? Een persoon sloeg mij neer met deze persoon niet. Die heeft wel een poging gedaan.
Ik heb hem getaserd. Andere persoon die kwam in één keer zwart gekleed. Ja, had geen gezichtsverdekking op. En die sloeg mij neer met een golfstik. Dat betekent poging tot moord op de ambtenaar. Dat is heel erg. Hey, stik, er ligt er trouwens nog eentje beneden. Die heeft voor zijn flikken gereden. Die stond met een wapen in zijn klauwen. Oh, top. Oh. Ja, die zegt dat hij jou aan het helpen was. Zeg, dat kijk ik niet zien. Ik zag alleen een vuurwapen, dus denk je, jij bent de man. Ik loop gewoon mee. Ja, okay. Nou, de bedoeling was om gewoon buiten te komen en achtervolging te doen. Mm-hmm. Ja, nou, bij deze... Waar ligt hij dan? Hij zit in de wagen hier. Jullie hadden toch niks te doen, nu hebben we iets te doen. Godverdomme. Ja, dat klopt. Maar je mag wel even meelopen hoor, naar mij hoor. Nee, ik... Hey. Mee, of je, of we in de B-klasse. Ja, ik zit hier nog. Kijk, tadaa! Deze. Waar is hij nou? Ik zit hier nog. Oh nee, hij... Hier! Hij was... Hoi! Hey, iemand. Hey. Kijk, die heb ik net voor zijn flikker gereden. Ja. Ja. Nou, ik had hem even binnen wel even nodig. Hè? Godverdomme. Ja. Had dat was hij jou het helpen, Steve? Ja. Dat die andere bijna, maar redt hij me voor mijn flikker. Ja, dat zie ik niet. Ik zie alleen niet meer bij de wapen. Ik denk, de lul. Maar ik had je binnen wel even nodig. Weet jij waar die gast heen is gerend? Iemand in het zwart gekleed? Ja, ik zag nog iemand rennen. Die rende die kant buiten. Nee, met de motor. Motorweg. Nee. Jawel, was mijn motor uiteindelijk. Nee, ik zag iemand rennen toen ik hier aan kwam rijden. Ja. Zoals gezien is er weggereden, want zijn motor is er. Ja, het waren twee motors. Dus er is één motor weggereden. Ik heb bij betrouwbare bronnen vernomen dat hij weg is. Okay. Vertrouwbare bronnen? Nee, je rent maar voor mijn flikker toen hij die wegreed. Ja, als ik een wapen zie, dan kan ik vies doen. Ja, dan rijd je mij voor mijn flik. Ja. Hey, maar we hebben toch nog één burger gereisd, hè? Ja. Maar, agent kunnen jullie als we het nog gewust. Ja. Ja. Ja, wat deed u daar? Wat deed u daar binnen? Vleugeltje, nou, binnenwandelen. Binnenwandelen. Pleister. Oké. Okay. En dan gaat u maar bijvoorbeeld even doen. Lekker neerslapen. Ja, je toe komt te doen. Ik kan het niet aan doen dat jij mijn deze naar mijn kop richt. Ja, tuurlijk. Als jij deze richt. Richt ik een holsteek. Hetzelfde concept. Dus ik ga hem even fouilleren natuurlijk. Oh, let op dat hij ons niet fouilleert. Laat mijn eerst omdraaien ervoor. Ja, doe dat maar eventjes. Heeft hij... Ik wil het ook wel doen hoor, ik wil hem ook wel fouilleren. Het schijnt het beste van het korps te zijn die dat doet. Is goed, doe maar joh. Als jij zegt dat je het beste van de laatste keer die ik iemand fouilleerde, die zeiden, oh wat doe jij daar lekker. Hier, let op. Nou, het zit in de pas. Ja, het zit in de gevoelige handjes, hè. Ja, je hebt toch nog één gearresteerd, hè? Ja, alleen die andere nog. Maar die had geen masker of wat dan ook op, dus ja. Nee. Dus die zullen als ik hem tegenkom. Dat was iemand die op blokkenpang net ook stond. Ja, klopt. Ah, er mond niks aan de hand. Dat is ook zo'n idioot, hè? Ja. Kom, deze mag mij met de B-klasse en dan wandelen die doen. Niks bijzonders. Niks bij welke auto maakt mee? Mag je kiezen, welke wil je mee? Mag. Welk? Maak maar een keuze, B of deze. Deze is zelf rijden. Nou, zelf rijden gaat er niet in zitten. Nee. Nou, top, deze. Ja, deze auto. Of het om een vleugel. Waar is hij nou? Ja, is ik ben in de B-klasse. Oh, hij zit toch in de B-klasse. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat hij gelost was. Ja. Het was echt zo uit het niks ook, gewoon zo poef. Zou ik jullie nog een tip geven? Die motor heeft geen plaat. Oh. Echt. Kan ik uitstappen? Nee. Denk niet. Ik kan niet uitstappen, om te mij dat al. Hé, dat kan ik. Hartstikke idee! Ik wou wel meelopen. Oh, dat is ook goed. Ik weet toch dat ik niks meer kan doen nu. Het is wel even alleen dat ik hier bij weet. Nou, kleine geheugenopfrissing. Ja. Kom binnen. Kies er maar eentje uit. Ja, maakt me niet uit, gek is maar. Nee. Dat is zo. Ik zal even kijken in de muur zeker.
Als je even met je rug hier in de toekomst staat, dan doe ik even je boeien. Nee, goed. Hartstikke idee. Nou, het duurt lang. Goddomme. Ja, sorry, ik moest er even twee afzetten. Ja, ik ga even koffie halen. Hallo. Koffie halen? Ja. Hoezo? Heb je een probleem met mij? God, wat echt een zuipend ben jij ook. Je had die actie van mij eens moeten zien. Ik zag iemand die blauwe roze. Ik zag hem met een wapen staan. Ik denk, die is de man. Dus ik tik hem aan met mijn B-klasse en ik slam ze in de boeien. Ja, maar dat was even mijn hulpje. Ja, dat stond niet op zijn rug. Nee, maar dus ja. Dus ik kreeg jouw hulpje aan. Ik taserde hem in de boeien. Maakt niet uit. Echt, het was net een film. Wat domme. Ja. Want ik ben de nieuwe Steven Seagal. Nou, hè. Even door. Ik ga koffie halen. Ja, doe dat. Hé, hey, meneer, mag je maar...